Hij maakt video's, hè? Pitcher Rob Koordemans is op weg naar een historische mijlpaal. Hij heeft nog één strikeout nodig en dan bereikt hij de magische grens van 2000 strikeouts in de hoofdklasse. Niemand heeft dat hier ooit bereikt. Dus dat zegt veel, denk ik. Het zijn er gruwelijk veel, maar ja, bedoel, dat mag ook wel als je 25 jaar in de hoofdklasse speelt. Ja. Het lukt Koordemans in de wedstrijd tegen Neptunus om zijn 2000ste strikeout te gooien. Maar na afloop van de wedstrijd baalt hij meer van het 9-1 verlies dan dat hij geniet van zijn record. Ja, het is een beetje dubbel. Ik heb die 2000ste gegooid natuurlijk, maar we worden hier met 9-1 afgedroogd. De 44-jarige veteraan werkt dit seizoen voor het eerst samen met coach Brian Finnegan. Kijk! Koordemans staat zelf nog op de heuvel, maar is ook de pitching coach van de Amsterdammers. Hij is een hard werker, hij heeft heel veel verstand van baseball, van heel veel dingen. Hij is leuk, dat verbaast me, hoe leuk hij is. Nou, wist hij niet. Ja, je zegt het verbaast me dat hij zo leuk is, waarom? Omdat hij lijkt zo serieus. Is hij aan het werk, is hij heel serieus. Moet me eigenlijk niet verbazen, zijn heel veel werpers zo, maar ik ken hem niet zo goed persoonlijk. Hoe meer ik hem zie, hoe meer ik zie hoe goed en hardwerkend en hoe aardig hij is. Ja, dat snap ik. Nou ja, op het veld. En ik neem het gewoon heel serieus. En dan kijk, als de wedstrijd afgelopen is, dan is dat afgelopen. En dan ben ik weer die normale jongen. Koordemans is natuurlijk belangrijk in het team van Finnegan. Hij heeft niet alleen 26 jaar ervaring in de hoofdklasse, maar speelde ook op meerdere Olympische Spelen en World Baseball Classics. Zou het dan niet lastig zijn voor Finnegan om zo'n belangrijke meneer van de heuvel te halen als hij slecht gooit? Nog niet hoeft te doen, nee. Nee, hij is baseball, hij heeft baseballkennis genoeg om te weten dat is zijn besluit niet. Kijk, en als hij hier is, is hij de pitching coach. Als hij daar is, is hij de pitcher. En dat weet hij goed te scheiden. Koordemans is inmiddels 44 jaar, maar zolang hij het fysiek trekt, blijven wij de pitcher zien op de Nederlandse honkbalvelden. Ja, ik zeg het elk jaar, zolang mijn arm gewoon goed voelt. Ik kan voor mijn gevoel het team helpen. En ook het Nederlands team helpen. Dan wil ik gewoon doorgaan, want ik vind het nog wel het leukste om te doen namelijk. Manchito, Manchito! En de hoogste van de dag, de hoogste kroket.